Welkom bij de wekelijkse workout. We gaan vandaag een full body doen. De eerste oefening is een squat jump. Je gaat met je voeten op schouderbreedte staan. Je zakt licht door je knieën. Je maakt een squat beweging en daarbij spring je omhoog. Dit houden we 30 seconden vol. Oefening 2. We gaan de lunges doen. Hierbij zetten we één voet naar voren en de andere voet iets meer naar achter. Hierbij zakken we door, zodat de voorste been op 90 graden staat. En hierbij komen we weer terug omhoog. Bij het omhoog komen springen we omhoog en wisselen we van been. Dit doen we ook weer 30 seconden. Oefening 3. De Russian Twist. We gaan zitten op het matje waarbij we de knieën gebogen wegzetten en de voeten stevig in de grond. We hangen iets verder naar achter met onze rug en we pakken hierbij een verlengsnoer in onze handen. Je kan hier ook een bal voor gebruiken of een ander voorwerp. We gaan nu iets naar achter leunen met onze rug en daarbij maken we een beweging met de verlengsnoer. Probeer zo ver mogelijk te komen, zodat je je core voelt aanspannen. Dit houden we ook weer 30 seconden vast. Oefening 4. De leg raises. We gaan zitten op het matje. Hierbij leggen we onze rug op het matje. We leggen onze handen onder onze billen. En we strekken onze benen. We houden onze benen iets boven de grond. En hierbij laten we hem rustig omhoog komen. En laten we het rustig weer zakken. Let hierop dat je de grond niet raakt. Dit houden we weer 30 seconden vast. Oefening 5. De bent over row met een boodschappentas. We gaan in de squatpositie staan, oftewel de voeten op schouderbreedte, licht door de knieën zakken en de rug recht. We pakken de boodschappentas vast. Hierbij kruisen we de handvaten en trekken we rustig omhoog. En zo laten we hem weer rustig zakken. We doen dit 30 seconden. Oefening 6. We gaan nu de flies voor de schouders doen. We gaan weer in squat positie staan. Hierbij zetten we de voeten weer op schouderbreedte.
de rug recht. En we hangen onze armen met de flesjes verf die wij hebben, maar dit kan ook flesjes water zijn, naar voren. En we laten hem zijwaarts rustig omhoog komen. Span hierbij je rug en je schouders aan. Dit houden we ook weer 30 seconden vast. Oefening 7, push-ups. We gaan in een voorliegsteun staan, waarbij we de handen op schouderbreedte wegzetten. We laten ons nu rustig zakken, totdat onze borst net niet de grond aanraakt en we duwen weer krachtig uit. Dit doen we ook 30 seconden. Oefening 7, de bicep en de hammer curl. We gaan stevig staan met de rug recht. We houden onze onderarmen stil en laten rustig met de bovenarm de flesjes verf omhoog komen, waarbij we een draai maken. Probeer dit tot schouderhoogte. Je kan de flesjes verf ook gebruiken in plaats van waterflesjes. Nu maken we na één bicep curl maken we nu een hammer curl. Hierbij laten we de arm gewoon recht en maken we geen draai, ook tot schouderhoogte. Doe dit om en om. Hou dit 30 seconden vol. Oefening 8. De side en de front raise. Hierbij gebruiken we weer flesjes verf, maar dit kunnen dus ook flesjes water zijn. Je gaat stevig staan met je rug recht. We doen eerst de sideways, dus we laten de flesjes verf omhoog komen tot schouderhoogte en laten hem rustig zakken. Hierna laten we de flesjes voorwaarts, dus frontways, omhoog komen tot schouderhoogte en zo wisselen we constant de oefening af. Hou dit ook weer 30 seconden vol. Deze oefeningen doen we 3 rondes en 30 seconden daarbij. Dit was de wekelijkse challenge. Veel succes!